Ja, dames en heren, de tijd is aangekomen, jongens. Ja, ik heb zoveel zin in vandaag in Clash of Clans, jongens. Want wij gaan echt een zieke upgrade doen. Want de Clans Battle is afgelopen en we gaan heel veel loot krijgen. Dus ik kan een aantal dingen niet collecten, maar straks ga ik een paar wel dingen gebruiken om daar een vrije plek voor te kunnen maken. Want ik heb nog een elixir, of nee, dark elixir voor het Clash of Clans, oftewel tweede Dark Elixir run. Hier gaan we sowieso nog in collecten. Dus daar maken we ons geen zorgen van, jongens. Maar ben je nog nieuw op deze kanaal, vergeet zoals niet een blauw duimpje omhoog te doen. En ben je nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal, doe het even. Zou ik echt super lief vinden als je dat doet. Dus even op die abonneerknop klikken. Daar beneden op die rode, weet je wel. Maar laten we geen tijd verspillen, jongens. We gaan lekker dingen upgraden vandaag. Want we hebben echt veel loot. We hebben echt insane veel loot. Dus die gaan we gewoon lekker veel gebruik van maken. Alleen, ik denk dat ik eerst mijn koning ga upgraden. Want, die wordt niet level 36. Klopt. Maar, ik heb op dit moment 103 of 1000 Dark Elixir. Ongeveer, niet precies. Maar die wil ik eigenlijk wel een beetje opheffen. Want straks gaan we een Dark Elixir run gebruiken. Maar dan gaan we wel deze Mankunkel focussen. Maar gaan we eerst deze doen. Omdat we minder dingen hebben. Dark Elixir. Ik ga geen boekje voor de koning gebruiken. Vind ik veel te zonde. Want hier hebben we natuurlijk ook een boekje. En de battle is bijna afgelopen. En daar hebben we ook gewoon nog een heldenboek. En voor de rest weet ik niet. Oh ja, een elixir. En goud. En nog elixir. En goud, geloof ik. Ja, top. En jongens. Ja. Jullie zagen het heel goed. Mijn seizoenbank zit gewoon vol, oké. En dan ook vol. Wij gaan echt een insane upgrade doen. Die ene dag. Als de de Battle Pass afgelopen is. Maar ik heb nu nog een. Oh nee, wacht, sorry. Oeps. Mijn fout. Nee, we klikken even op ons ding. Hoe niet verkopen, gebruiken. En 3, 2, 1 hebben we ineens. Boom! Volle Dark Elixir. Maar jongens, over 14 minuten was mijn elixir pomp geüpgrade. Of pomp tank geüpgrade. En dan kreeg ik 50.000 ruimte, geloof ik. Maar weet je, dat maakt niet uit. Het kan gebeuren. Maar we hebben nog een Dark Elixir run. Die gaan we straks nog collecten. En munten, hoezo kan ik. Oh, dat al dat goud gaat in mijn clankasteel. Oh nee, oké, gelukkig. Ik dacht mijn Dark Elixir ook gewoon wegging. Maar dat. Nee, dat kan niet, want het zit helemaal vol. Gaan we onze champion upgraden, jongens. De koninklijke kampioen. Boom. 3, 2, 1. En. Oh, wacht. Het kost gewoon 220.000 Dark Elixir, gek. Oh, dat wist ik niet. Maar we hebben nog een boekje, dus dat gaan we in één keer alles doen. Over 6 dagen, normaal, moet je verwachten. Maar dat gaan we niet doen. 3, 2, 1 en kablam. Oh nee, wacht. Boom. En toen was hij level 21, maar nog lang niet level 30. Want dat is, ja, er zijn een aantal nieuwe levels gekomen voor de koninklijke kampioen. Dus ja, dat duurt nog even dat hij het maximale level is, jongens. Komt goed. Maar ik heb nog een Dark Elixir. Nee, die gaan we niet gebruiken. Nee, dat gaan we even niet gebruiken. Die gaan we even in onze dinges bewaren. Maar mijn vraag is. Ja, jongens. Ik weet het niet. Het is heel lastig. Keuze wat ik nu ga maken. Weet je, ik ga. Nee, wacht. Oké, ik heb 4000 punten. Trouwens, wacht even. Eerst dikke. Oké, wacht. Hoezo kan ik de clan. Oh, ik wil niet kijken hoeveel punten mensen gehaald hebben in de clan. Dus even dikke shout-out aan die mensen geven. Maar dat gaan we straks weer doen. Ik denk dat we nog wat kunnen terugkijken. Maar jongens, we gaan wat extra dingen collecten straks. Oftewel één ding namelijk. Want we hebben in totaal dan 7 items die we kunnen collecten. Ik ga voor mijn Dark Elixir run. Dus straks voor die spreukenboek. Dat gaan we sowieso kiezen. En ja, het is een bonkie. En dan kunnen we lekker een spreukje gelijk upgraden, jongens. En dan gaan we voor de coins. Is het verstandig of gaan we voor dat elixir run? Voor de bouwbasis? Nee. We gaan voor het goud. We gaan voor het goud. Boom. Oké, die hebben we al. En nee, ik ga voor die speed up voor de bouwvakkers. Ik weet de naam even op dit moment niet hoe dat ding heet. Muringen. Nee, ook al spreukje niet. Nee, we gaan voor de 40 gems. Ik wil gewoon wat gems hebben, jongens. Ik heb helemaal niks. Ik heb helemaal niks. Ik heb gewoon maar 9 gems. Dat kan gewoon niet. En voor het scheppie. Want dan kan ik een obstakel verplaatsen op een plek. Dat is ja. Ik spaal die boompjes en speciale dinges. Want ik heb ze heel lang. En ik speel Clash of Clans echt mega lang. Sinds 2014 uit mijn hoofd. Dus. Het is een van mijn favoriete games. Dus ik blijf het gewoon spelen. Het is gewoon leuk. En hier gaan we gewoon voor de 20 gems, denk ik. Totaal. Dus dit. Verzamelen. 3, 2, 1 en boom. Toch? Ja, oké. Nice. Oké, let's go. We kunnen nog één item collecten. En dat wordt de spreukenboekie.
Natuurlijk, 3, 2 en collecten. Hoppakee. Wow, dit is insane. Heerlijk, jongens. Dit is heerlijk. Echt, kan echt niet. Maar, oh wow, kijk, iedereen, nou niet iedereen, maar heel veel mensen hebben gewoon 4000 punten gehaald. Dat is echt netjes gedaan, jongens. We hebben 50.000 punten gehaald, meer zelfs. Echt shout-out naar iedereen die in clan spelen meegedaan heeft. Luca, Wesley, Co, Elias Bas, David, Coaster en Onur en Sat Games natuurlijk en Cedric. Iedereen netjes gedaan, jongens. Heel goed, heel goed. Jonas heeft natuurlijk ook meegedaan met clan spelen, gelukkig. Nee, maar ik vind het top dat dus Jonas ook meegedaan heeft, want hij heeft tenminste een beetje geholpen. 1000 punten is 1000 punten. Ik bedoel, minimaal 500. Maar er zijn ook een aantal mensen die gewoon echt weinig punten gehad hebben. En ik ga geen mensen kicken. Maar jongens, onthoud dat. Volgende keer ga ik gewoon echt mensen kicken. Sorry. Maar omdat de clan verbeteren. En het kan beter, jongens. Het kan beter. Het is veel te zwaar voor alle mensen die 4000 punten moesten halen. Shout-out naar al die mensen die 4000 punten hebben gehaald. Lekker, jongens. En ten tweede, ik ga nog een paar mensen kicken die zijn mega rush. In de clan, sorry jongens, maar ik zie aantal beesten, jongen, dat ik zeg dat kan echt niet. Oké, we gaan eentje laten zien. Sorry, waar staat hij? Waar staat hij? Dit kan echt niet, jongens. Dit kwam ik tegen laat. Ik zie hem niet meer staan. Is hij geliefd? Co, oké. Ik denk dat dit hem is. Co, jongen, echt. Dit kan echt niet, jongens. Dit kan echt niet. Je bent level 63 en je hebt stadhuis level 12. Wat kan dit? Mega rush. Co, doe dat niet. Dit is zuur. Jongens, niet je stadhuis upgraden. Ik heb het ook gedaan, maar ik deed het op een snellere manier. En ik heb verstand van dit spel. Dus ik ben soort van niet rush helemaal. En wel een beetje qua muren. Maar dit is wel tinky beter dan die andere beest. Maar jongens, niet doen. Niet doen. Stadhuis niet upgraden naar Tunnel 14 of Tunnel 13. Niet doen. Niet aanraden. Sowieso niet. Binnenkort komt echt zieke video's van Clash of Clans online, jongens. Maar ik zat aan te denken om deze Halloween obstakel te verplaatsen. Want ik heb hier allemaal mijn kerstboompjes staan. En die wil ik eigenlijk, tenminste van Halloween, dan hier hebben. Want hier heb ik nog een paar. Dus ik denk dat wij deze gaan verplaatsen. Want dan heb ik er nog een plekje vrij voor mijn andere kerstboom. Voor 2021? Nee? Ja, wel 21. Of 22, ik weet niet meer. Deze verplaatsen we hier. 3, 2, 1. En besef dat ik gewoon zoveel obstakels heb. Als jullie dat ook gewoon hebben, jongens, zijn jullie echt insane. Want dit zijn gewoon goud waard. Ik zal ze niet verkopen voor extra elixir of goud, jongens. Dit kan gewoon niet. Kijk, dit is gewoon insane. Ik heb dit nog, die pompoen. Die heksding. Oh, die heb ik ook gewoon. En die cactus van Brawl Stars, als het goed is. Toen kwam Brawl Stars uit, of niet? Ja, denk het wel. Ik weet niet. Denk het wel. 15 was het. Dat was echt super dom. I know. Dat is echt totaal niet verstandig. Maar ik kan er niks aan doen. Dat is verleden. Heeft niks meer nu te maken. Maar jongens, ik ga dit collecten, denk ik. Ik ga al dit goud en het elixir. Oeh, jongens, we hebben gewoon 13 miljoen goud. Heerlijk is dat. Heerlijk. Maar wat ik zat aan te focussen, was eigenlijk mijn klankkastje. Want, dan kunnen we een extra capaciteit voor onze spreuken hebben, jongens. Dat is gewoon super handig. Of we gaan voor ons stadhuis. Dan gaat hij naar ster level 4 en dat is super sterk. En die wil ik natuurlijk ook. En of we gaan voor onze bouwvakken. Nou, ik denk dat we voor onze bouwkate gaan. Tenminste, ja, denk het wel, hè. Is wel verstandiger. Weet je, we gaan voor onze bouwvakken. Maar ik wil niet al mijn bouwvakkers vrij hebben. Want over een aantal dagen is er weer die seizoenbank. En die wil ik gewoon allemaal gebruik maken. Anders gaan mensen mij aanvallen en dan heb ik alles kwijtgeraakt. En dat wil ik niet. Ik ga toch wel mijn twee bouwvakkers gebruiken. Want over twee dagen heb ik weer dan twee bouwvakkers vrij. Maar dan ga ik wel die bouwvakkenboost gebruiken. En dan zijn ze sneller klaar. Dus dan heb ik wel nog twee bouwvakkers vrij voor mijn dinges. Maar dan gaan we die tijd wel kijken wat we gaan upgraden. Maar we gaan wel insane veel loot krijgen. Ik denk dat we onze muren gaan upgraden. Is wel wat verstandiger, denk ik. Dat denk ik wel, hè. Dat is wel echt 10 keer beter. I know. Maar ik ga nu voor mijn bouwvakkers op dit moment wel eentje dan. De rest weet ik niet. Ik kan nog wat dinges verzamelen. Ik kan het wel doen. Of ik kan gewoon nog even wachten. Of we gaan wachten. Of we gaan gewoon gebruik van maken. Of we gaan alles gewoon onze goud gewoon opmaken aan onze muren. Dat kan ook. Trouwens, ik zat ook aan te denken aan mijn reuzenbom. Maar deze duurt 5 dagen. Ik geloof dat ik... Ja, hier heb ik nog een level 3. Maar ik heb ook nog een aantal andere. Maar dan ga ik wel toch voor die reuzenbom. Ik heb echt al bijna. En dan ook bijna al mijn skelettenval of al die traps. Gewoon bijna maximale level. Dus echt super chill. En ze doen ook echt mega veel damage en heel veel verbetering in je base. Dus, maar jongens, vergeet sowieso niet je traps upgraden, want die zijn super belangrijk. Want
Echt, die zijn echt die een beetje bezig hoor. Dus die gewoon maximaal level upgraden. Zo. Toch? Ja, ik kan voor de rest niet zoveel. Hè? Oh ja, ik kan nog een paar dingen collecten. Dit moet ik even collecten, jongens. De heldenboek, kableum. En de elixir en goud. Gaan we die ook collecten, jongens? Ik weet het niet. Ik zit echt aan te twijfelen of dat verstandig is. Of we gaan nog even wachten. Nee, we gaan even nog wachten. En dan zien we het dan weer wel. We laten nog één iemand aanvallen, jongens. Want hier hebben we natuurlijk nog een goede tegenstander. Die lekker veel loot heeft. Ik zit inmiddels al in Titan. Dus dit kan echt niet, jongens. Dit kan echt gewoon niet. Nee, ik ga wel via die kant aanvallen. Laat maar. Ik ga... Nee, deze kant. Deze kant kom ik aan met mijn... Oeh, mijn king is aan het upgraden. Shit. Oeps. Had ik vergeten. Dat kan gebeuren, Tuurlijk, dit gaan we nog vriezen. Jongens, jullie gaan de verkeerde kant op. Ik ga dit healen. Ik ga dit boosten. Kom op, ga die voor die town hall. Ga voor die town hall. Goed zo. Nee, jullie gaan verkeerd. Oh, jullie zijn echt dom, hè. Jullie draken zijn echt mega dom. Maar dit kan echt gewoon niet. Oké, GG. Oh, nee. Nee. Kom op. Ja, dit is gewoon totaal echt gewoon heel slecht. I know. Ik zat niet op te letten. Dat klopt. Is mijn fout. Dus boeit me niet. Nee, het maakt me niet zoveel uit. Ik ben echt totaal niet zelf gepusht naar Titan, jongens. Ik kan het laten zien. Kijk. Gewonnen verdedigingen. 42. En aanvals 68. Ik bedoel, dit kan gewoon niet. 42 keer gewonnen als verdediging. Wauw. Dit kan gewoon niet. Nee, dit is gewoon mega veel. Dit is insane. Maar ik heb ook best wel veel gedoneerd trouwens. 15.000 keer. Dat is niet verkeerd, though. Maar gaat de goede kant op. Misschien kunnen we de 30k nog halen, tenminste. Ik weet niet wanneer de... Over één dag. Nee, de 30k gaan we niet meer gelukken. Helaas. Maar jongens, vond je deze video leuk? Vergeet sowieso niet een blauw duimpje omhoog te doen. En ben je nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Klik alsjeblieft. En dan ook alsjeblieft op die abonneerknop, jongens. Doe het. Doe het voor mij. En dan komt er meer van die Clash of Clans en Brawl Stars video's online. Gekke Brawl Stars, gekke Clash of Clans. Nee. Maar nee, dit was er dan. En wat ik hoef te zeggen is... Ik zie je later, mensen.